Zometeen rijd ik hier via de A76 naar Duitsland, maar dat gaat me in de toekomst geld kosten. De vraag is of Limburgers wel in de buidel willen tasten voor bijvoorbeeld een kopje koffie in Aken. Ik kom graag in Aken en vooral met de kerst vind ik het heel erg leuk hier. Ja, dan misschien kom ik dan met openbaar vervoer. Pak het bus. Zo simpel is het? Zo simpel is het. Ja goed, als het zo is, dan is het zo, hè. Wil je dus gaan shoppen in Aken, dan kost je dat al snel 5, 10, misschien wel 15 euro. Afhankelijk van hoe vervuilend je auto is. Voor veel minder geld kun je hier eten. Bijvoorbeeld curryworst met pommes of natuurlijk een schnitzel. Denkt u dat dat zorgt voor een afname in de stroom Limburgers die hier komt shoppen? Ik denk het wel. Ja. Maar nu zit je vandaag wel met de auto. Omdat het nog niet betekent dat ik moet betalen dus. Van de zuinige aard, hè. Van de zuinige aard. Maar je lijkt er niet van wakker, hè? Je lijkt er niet van wakker, ja. Nee. Het idee is dat je dan een vignet koopt, dat je achter je raam kan leggen of even op je raam kan plakken. Dat je zegt van ja, ze kunnen me de pot op met zo'n vignet. Wie gaat dat controleren? Dat zullen ze beslissen wat gaan doen, maar ik zal nog wel uitkijken. Ja. U volgt braaf de regels. Ja, altijd al gedaan. En nu, even shoppen? Ja, absoluut. Flink inslaan, hè, voordat ze dat tolvignet invoeren. Ja, nu ik het weet wel, ja. De meningen op straat, die zijn dus verdeeld. Zelf ben ik er nu niet helemaal over uit of ik zou wegblijven. Maar ja, bedenk wel even wat je met dat geld kan. Al is het maar 5 euro. Je kan er ook lekker curryworst van kopen.